Goedendag, mijn naam is Paul Wispelaars. Wispelaars, gelijk een kont, achterwerk, poep. Nee, mij niet kwalijk. Maar sinds mijn opname in de instelling is er aan mezelf het een en het ander veranderd. Zoals persoon, karakter, doen en laten. Ik ben 30 jaar gelukkig getrouwd met Christine. Gelukkig. Allee, ik bedoel, zij foefelt erop los. Ik weet dat ze mij bedriegt. Maar ze heeft het niet gemakkelijk gehad met mij, hè? Zoals in verslaving, drank, belastingsfraude. Ik heb er mij mee verzoend. We blijven alleen maar samen voor de kinderen, hè? Julie de Bruid. Dat is niet haar familienaam, zoals Wispelaars, hè? Dan hebben we nog Annelien en Patrick. Patrick zou eigenlijk de zaak overnemen van George. Normaal zou ik dat doen, maar dat ging niet meer. Zoals in geïnterneerd, strafblad, zot in de kop. En dan is Patrick naar voren geschoven. Pas op, die is heel gedreven, hè? Totdat hij dat telefoontje hoorde van George over de zaak overlaten. Zoals in de zaak overnemen. De bom laten ontploffen. Zo, wellicht gaan we moeten concluderen dat Marie Vonkers het ongelukkige slachtoffer is geworden van een groter opgezet plan. Ik zie de koppen al voor mij in de krant. Recensente onbedoeld slachtoffer van familie Veete. Giftige wijn bedoeld voor iemand anders. Ja, klopt. Het is stilaan duidelijk dat we spreken over een onschuldig slachtoffer. Maar wie heeft dat zuur in die wijn gedaan? Wie is de echte dader? Ik haat mijn grootvader. Ten eerste, omdat dat gewoon een klootzak is. Hoe dat dier met de familie omgaat, dat is ronduit schandalig. En ten tweede, ik vind dat die wijnbusiness in onze familie moet blijven. Weet je dat hij de boel afhandig wil maken? Zwat, mijn naam is Patrick. Patrick Wispelaars. Ik ben de oudste zoon van Paul en Christine. En mijn kleine zusje, die is er vandaag getrouwd. Eerst wou mijn grootvader George de zaak aan mijn vader overlaten, maar mijn vader die kon die druk niet aan en ja, die greep naar de fles. En na enkele jaren in zo'n afklikcentrum te blijven zitten, ja, het is nooit meer dezelfde geworden. Dat doet iets met een mens hoor, zo'n collocatie. En als er nog niet genoeg miserie is, valt hier ook nog een dooie. Als eerstvolgende man in de familie zou die zaak naar mij moeten komen. Allee, naar mijn man. Excuseer, ik heb me nog niet voorgesteld. Ik ben Lieve. Lieve Grondelaars. De echtgenote van Patrick. Het is niet voor het een of het ander, maar wij zijn kandidaat om die zaak over te nemen. Maar toen hoorden we dat gesprek van die overname. Dat is een smeerlap. Ik wou opa George ermee confronteren. En ik ging die opzoeken in zijn labo. Daar was oma Micheline bezig met het uitwerken van een geheim zuur of zoiets. Maar het maakt niet uit. Ik vertelde haar alles en die bleef verrassend kalm. Alles komt weer goed, zei ze. Die zaak, die is van ons. Patrick en ik hebben al lang genoeg moeten wachten. Soms denk ik, hè... Allee, ja, dat is verkeerd, maar... Maar soms denk ik dat opa George beter zelf die wijn geproefd had. He? Want dan waren er al veel problemen van de baan. Ja, ik wist ervan. George ging heel de zaak verpatsen, zonder mij erin te betrekken. Ik weet niet aan wie of wat of hoe, maar hij wou heel de boel van de hand doen. Met heel dat gedoe rond die brandstichting en nu aan Julie ging trouwen... Hij was het allemaal beu. De wijn had al genoeg kapot gemaakt.
Ja, hallo. Ik ben Annelien Wispelaars. De zus van de bruid. Oudste dochter ook van Christine Berger. Ik weet niet of dit wel belangrijk is, maar ja, toen ik daar juist de flessen wijn nog eens bekeek, je weet wel, die ene fles, waar dat het gif in zat, toen viel er mij iets op, ja. Ja, de kleur. Onze Grand Cru die is diep rood. En ja, die van in de fles, dat was een rosé. Het was bijna de kleur van die wellust. Ja, ik weet dat omdat ik in de fabriek de botterellerij opvolg. En we zijn zeer strikt met de kwaliteit. En ja, ik zie zoiets meteen dan ook. Ik weet nu ook niet of ik deze standpunt mag innemen en ja, of ik dit zomaar mag zeggen, maar ja. Ja, volgens mij is er geknoeid met de fles. Ja. Moeten we hier nog lang blijven? En dat buffet, zou dat nog open zijn? Want ik heb wel honger, man. Wat is dat hier eigenlijk voor een trouwfeest? Zo'n slechte catering. En kijk eens naar die mensen. Dat loopt hier toch allemaal even triestig rond. Hé, hey. Ja, jij daar. Waarom kijk je zo triestig? Alle jongens, er iemand dan of wat? Allee, maar jij wilt dus weten of dat ik heb ruzie staan maken met die trut van een rabarbara in de toiletten. Ah wel, ja. Maar dat mens, dat heeft dus geen tact. Nee, ze had ook kunnen wachten tot we in de vestiaire waren. Maar nee, geen geduld. Volgens mij had hij gewoon diarree en moest het daarom zo snel gaan. Allee. Zeg nu zelf, wie ziet er nu van nature uit zo bleek? Toch niemand, hè? Nee. En als dat wel zo is, dan moet ik die het adres eens geven van Johnny Palace. Weet je, dat je daar je haar kunt laten doen, terwijl dat er zo van die rare visjes de schimmel tussen je nagels wegvreten. Ik heb daar eens ooit zonneslappe lachen gehad, Linda. Ja, Linda, dat is, ik geloof, de vierde vrouw al van Johnny. Dat die per ongeluk mijn rechternagel achterstevoren op mijn duim heeft geplakt. Amai, dus het komt toch uit. Ja, vroeg of laat zou je toch alles te weten gekomen zijn, hè? Het was simpel. Als die blonde Trace het u niet zou vertellen, dan zou ik het wel doen. Die twee maken altijd al ruzie. Dat is al zo sinds de lagere school. Denkt mijn zus Barbara nu echt dat ze mij kan ondermijnen? Deze zaak staat al bijna op mijn naam. Dit imperium zal ze ook nooit erven. Ze is gewoon jaloers en wil bepaalde familiegeheimen aan de grote klok hangen. Want ja, zij doet nooit iets mis, madame de grote onschuldige. Georges Berger ging zijn zaak schenken. Aan onze pa. Aan Jacques. Ja, dus. Die geit van een brabarara, die kwam mij voor het voorgerecht vertellen dat haar vader de nieuwe eigenaar ging worden van ons wijnbedrijf. Dat kwam ze zomaar eens even onder mijn neus wrijven. En weet je, dat zij dat wou vertellen tijdens de speech op de bruiloft. Oh, man. Dat zou pas een bloedbad geworden zijn. Oh. Ik wist van de overname. Mijn slaapkamer ligt langs het bureau van onze pa, zoals ik al zei. Enkele weken voor de trouw kwam Georges Berger langs bij ons op het château. En onze pa zat in het buitenland, dus hij werd ontvangen door Helena. Ik heb het gesprek tussen hem en Helena subtiel opgevangen. Georges Berger had er genoeg van. Die hele affaire van de brandstichting, die had hem doen inzien dat hij beter af was van die hele wijnbusiness.
Gedaan ermee. Zeker nu zijn kleindochter Julie haar grote liefde had gevonden bij de concurrentie. Hij zag het als een ultiem huwelijkscadeau om die zaak te schenken. Vies, hè? Dat had je niet zien aankomen, hè? Ja, ik wist dus van mijn zoon Patrick dat onze pa de zaak wou wegdoen. Maar ik wist natuurlijk niet aan wie. En aan mijn Paul moet ik het natuurlijk ook niet vragen. Die weet helemaal van niks. Die weet zelfs toch niet meer waar het licht brandt. Weet je dat hij gisteren het oud gehaktbrood van deze week aan de kippen wou voeren? Maar wij hebben geen kippen. Oh. Ja. Dus die trut van een... Ja, die vertelde dus dat dat aan Jacques bleek te zijn. Smerige. Helena vroeg aan George om die overname nog even geheim te houden. Ja, ze zou het dan bespreken met onze pa wanneer die terug was uit het buitenland. Ze moesten nu eerst kunnen genieten van het huwelijk. Ja, dat was de eerste stap richting vrede. En die overname, dat zou een mooi huwelijkscadeau zijn. Eindelijk kwam er weer vrede tussen de rivaliserende families. Bah! Ja, ik heb het u gezegd, hè? Dat dat hier juist mooi en meedogenloos is.